Sport Noord Café wordt mede mogelijk gemaakt door Friesland Lease. In Sport Noord Café van 11 maart opnieuw winst voor SC Heerenveen. En daar is onze gast, de nieuwe clubdirecteur Kees Rozemond, erg blij mee. Hallo allemaal en van harte welkom bij Sport Noord Café. Er was veel voetbalgeweld dit weekend, maar het schaatsen overstemde dat toch wel een beetje met wereldrecords in Salt Lake City en een fenomenale Suzanne Schulting in Sofia. Groningen pakte een punt, FC Emmen pakte een punt en SC Heerenveen pakte de volle map. Daarover ga ik praten met sportjournalist van Dagblad van het Noorden, William Pomp. En de nieuwe directeur van SC Heerenveen, Kees Rozemond. Ontzettend leuk dat je er bent. Dankjewel. Toch wel even feest gevierd, denk ik, hè? Nou, even, een hele tijd. We hebben nog een beetje aan het feest vieren. Ja? Ja, dat was een heel mooi weekend natuurlijk. En het leuke was dat daarna moest ik bij Kees Jansma even optreden. Gisteravond. Ja, fervent supporter van ADO die ik daar natuurlijk ook tegenkwam. Ja. Mocht het er heel kort even over hebben met hem. Maar ik heb hem er wel even aan herinnerd dat het een mooie wedstrijd voor ons was. Ja, dat we het recht hadden gewonnen. Hij was niet geamuseerd, denk ik. Ja, hij vond het wel terecht. Hij kon er goed mee omgaan, maar het was een mooi moment. Heb je ook naar schaatsen gekeken? Ja, tussendoor ook nog. Ja, geweldige wereldrecords natuurlijk. Ja, geniet een topweekend natuurlijk qua sport. Ja, en waar was jij, William? Vrijdagavond hè, in de Galgenwaard bij FC Utrecht en FC Groningen. 0-0, ja, wedstrijd van helemaal niks, moet ik eerlijk zeggen. Maar met het resultaat was FC Groningen, denk ik, had ze vooraf wel voor getekend. Ja. Heb je ook nog andere sport gekeken? Ik heb Suzanne Schulting natuurlijk gevolgd afgelopen weekend. Kjeld Nuis, de recordregen op de voet gevolgd. Maar wel gewoon thuis vanaf het bankie. Ja, nou we gaan even kijken wat jouw krant en de Leeuwarden Courant daarover hebben geschreven vandaag. En pak ik eerst jouw krant erbij, Dagblad van het Noorden. Oh, ik scheur hem meteen kapot. Zonde. maar ik doe hem ook even open. Ja. Dat was even weer een bijzonder beeld gisteren. Hè? Sneeuwwedstrijd, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, maatroeste staat, hè, zeggen ze. Dus dat is hiermee wel weer bewezen. Ja, en we pakken wel een puntje met de oranje bal. Ja. Ja. En een meer dan terecht punt, overigens. Ze hadden die wedstrijd gewoon moeten winnen. Maar misschien dat Emma ook vooraf al voor een puntje had getekend. Wel thuis tegen Heracles. En ja, ze staan 16e. Het is allemaal nog net niet lekker, hè, met Emma. Nee. Het is, hiervoor ook 3 keer geen goed resultaat. En nou, dit is dan, hier kunnen ze dan wel weer mee verder. Maar het schiet ook niet op, zeg maar. Dus, maar toch is het contract van Dick Le Quien opengebroken. Ja. En hij heeft verlengd. Volledig terecht natuurlijk. Ja. Meest sympathieke trainer van de Eredivisie, denk ik. Dick is daar bij Emmen met een geweldig project bezig. Hij heeft natuurlijk aan de basis van het huidige succes gestaan. En is blijkbaar, hoewel hij denk ik zeer goed in de markt ligt in de trainerswereld. Dus voor hem zit er inmiddels... Ik weet nog wel, bij FC Groningen zeiden we altijd van... Want hij was toen enorm teleurgesteld dat hij daar geen hoofdtrainer werd, hè, bij FC Groningen. Dat hij niet de opvolger werd van Erwin van der Looy. Wat op zich misschien wel een logische stap was geweest. Alleen toen zeiden wij altijd... Ja, Dick, maar je hebt nog niet genoeg vlieguren. Je moet eerst vlieguren maken in betaald voetbal. Ja. En dan pas ben jij klaar voor zo'n grote club als FC Groningen. Nou, die vlieguren die heeft hij inmiddels wel, maar desondanks plakt hij er nog een jaartje aan vast bij Emmen. En ik denk dat dat een goede zaak is voor Emmen en ook voor Le Quien, hoor. Ja, en hij heeft ook gewoon echt hard voor de club. Dat kan je overal aan merken. Absoluut. Ja, hij past heel erg goed bij die club. Emmen is een club in ontwikkeling. Dick is een trainer in ontwikkeling, nog steeds. En dat vult elkaar gewoon prima aan, denk ik, op dit moment. Dus ja. Een logische stap. Nou, Kees, jouw club... Mooi, hè? Ja, dat doet je toch wel goed, denk ik, hè? Ja, het doet me heel veel goed. Maar ook gewoon die twee mannen daar op de voorpagina. Gewoon, ja. Het is gewoon een geweldig duo. Je ziet het in het veld, hè, hoe ze elkaar vinden, hoe ze met elkaar spelen. Maar ook buiten het veld. Het zijn gewoon echt hele leuke kerels. En prachtig mooi om te zien hoe dat zich ook uit in het veld. Hoe goed ken je ze nou persoonlijk, ja, als directeur? Niet goed, hoor. Het is niet mijn ding in die zin. Ik ben algemeen directeur, zoals het dan zo mooi heet. Maar hier hebben we technische mensen voor die er veel meer verstand van hebben dan ik. Ja. En die werken dagelijks met die jongens. Ik zie ze zo nu en dan. Daar moet je ook vooral niet mee bemoeien. Iedereen heeft zijn eigen expertise. Maar van een afstand en ze nu dan persoonlijk zie ik het. En ik zei laatst tegen iemand, ik ben trots op die jongens. Dat zouden je zoons kunnen zijn, zeg ik altijd. Ja. Het geldt niet alleen voor deze twee, maar de sfeer binnen de groep sowieso. Het is een leuk stel jongens. Goede balans tussen leeftijd, achtergrond. Gewoon een prima groep. Maar je bent niet zo'n directeur als Hans Nijland van FC Groningen... die na de wedstrijd in de spelerstunnel gaat staan en de jongens op gaat wachten. Nee, daar heb ik helemaal niks te zoeken. Daar zitten ze ook helemaal niet op te wachten, volgens mij. Nee, hè? Ben je gek? Even een high five van de directeur? Nee, zit niet in elkaar. Nee, ik vind het hartstikke leuk om ze nu dan te zien... en een paar woorden met ze te wisselen en ze te motiveren waar het nodig is. Ja. We hebben daar mensen voor die dat veel beter kunnen dan ik. Oké. Dan moet ik wel zeggen, want dit is de voorpagina van Leeuwarden Courant. Dit staat dan op de voorpagina, niet Heerenveen.
Ja, gewoon een beetje terecht. Ik vind dat ook wel een beetje terecht. Hè. Dat is ook wel wat natuurlijk. Hè. Fantastisch mooi zoals ze dat gedaan heeft. Fenomenaal. Volslagen terecht. Echt, ik gun het er van harte. Echt. Heb je hiervan genoten, William? Ja, zeker. Hartstikke leuke, spontane meid natuurlijk. Ja. Ik moest natuurlijk ook even denken aan haar vader, de trainer Jan Schulting. Die kennen we allemaal nog wel van de beelden van de Olympische Spelen. Dat hij huilend door de woonkamer liep en helemaal gek werd. Ja. Zeg maar. Hoe zal dat afgelopen weekend zijn geweest, vraag ik me dan af. Maar geweldig natuurlijk. En ze heeft haar grote doel bereikt natuurlijk. De eerste Nederlandse vrouw die dit presteert sowieso. Maar ook, ze heeft ook bewezen dat ze geen eendagsvlieg is, zoals ze het zelf vertelde. Ja. Dat ze er echt bij hoort. 21 jaar nog maar, nu al dit bereikt. Klopt. Chapeau. Ongelooflijk, ja. En 4 jaar geleden, toen Shinky Knecht wereldkampioen werd, toen werd hij gehuldigd, hè, in het Heerenveenstadion. Ja. Gaan jullie dat ook met Vandaag moet het even geregeld worden, maar het is een drukke dag. Ik hoop dat het kan. Ik had gehoord dat ze op vakantie gaat. We gaan het wel proberen, maar we zijn het nog in de gang aan het zetten. Ik weet nog niet of het gaat lukken, maar het zou heel mooi zijn. Een helikopter naar Schiphol en dan kan ze meteen... Ja, ze moet volgens mij... Ik hoorde iets over Mexico. Dat wordt wel een heel duur tripje dan, maar we gaan het even bekijken. Ja. Wij gaan ondertussen verder met de wedstrijd van de week, want ook hier in de regio is gevoetbald. Harkemaarse Boys kreeg VV Noordwijk, de koploper, op bezoek. En dit is een goede bal hoor. Jansema, is hij er op tijd bij? Nee. Hij legt daar Emiel Wendt neer in het eigen 16 meter gebied. En ja, dan kan de scheidsrechter niks anders doen dan de bal op de stip leggen. Reinaar schiet hem onberispelijk raak. 0-1 de voorsprong voor VV Noordwijk. Geen kans voor Jansema. En daar de kans voor Stelpstra. Maar hij raakt de bal amper. En nu is het een penalty als die bal tegen de arm geschoten wordt. Bij Noordwijk zijn ze woest. Vinden ze dit geen opzettelijke handsbal. Maar de scheidsrechter oordeelt dat de arm toch naar de bal gaat. Daar de penalty van Renken door het midden. En het is 1-1. Vroeg in de tweede helft. Harkemaarse Boys op gelijke hoogte. Reinaars. En de kopbal is er. En dan is het 1-2 voor Noordwijk. Staan ze daar even niet goed op te letten bij Harkemaarse Boys. Is daar de voorzet en mag hij hem vrij inkoppen. Boutsamar. En Menega. Terugleggen. Van Duinen. Het scheelt niks, maar hij schiet hem over. Dennis van Duinen met de kans op de 2-2. En dan gaat VV Noordwijk er met de 3 punten vandoor. Het wint hier met 1-2 in Harkema. Ik was ook best wel trots op de speelwijze en op wat ze doen en hoe we erin gaan en hoe we het oppakken en hoe graag we het willen. Ja, en uiteindelijk resulteert het niet in wat je wil, maar dus, wat de jongens vanmiddag hebben laten zien was gewoon fantastisch, vond ik. Ja, Tieme Klompen, assistenttrainer geweest bij Heerenveen. Volg je hem een beetje? Ja, leuke vent. Ik ken hem niet persoonlijk, maar ik weet natuurlijk van zijn historie bij de club. Mister Heerenveen, hè. Gewoon, ooit was de kroonprins genoemd natuurlijk. Dat ja, nou, altijd... hij wil ook wel hoofdtrainer worden. Ja, nee, maar dat zijn ook van die mannen die zouden dat volgens mij op termijn prima kunnen. Nogmaals, dat moet je allemaal even op de juiste momenten moet je dat beoordelen. Dan moet je samen een goed gesprek overvoeren als het ooit te sprake zou kunnen komen. Dat is een van de mannen die daar natuurlijk een keer voor in aanmerking zou kunnen komen, ja. Ja. Het is mooi als iemand vanuit je eigen groep, vanuit je eigen geledingen. En ook iemand die dat ambieert. Want dan allemaal op dat moment overeen zijn. Die zou dat best kunnen. Ja, wie weet. Ja, ik kan me voorstellen voor jou nu binnen Heerenveen. Eigenlijk sinds jij bent gaat het heel goed, hè? Nou ja, ook daar heb ik niet zo heel veel mee te maken, hoor. Het is mooi om het te constateren, dankjewel. Ja, maar het is toch lekker als nieuwe leidinggevende. Ik ben begonnen met een uitwedstrijd toen we er met z'n allen naartoe gingen bij Vitesse. We hebben een heel klein beetje geluk gehad dat we daar op een miraculeuze wijze in plaats van een 3-1 achterstand met een gelijkspel naar huis gingen. En de laatste 3 gewonnen. En dat geeft natuurlijk ook op de werkvloer. En binnen de groep geeft dat een hele leuke positieve sfeer. En, het begint allemaal met kleine dingen. En we werken er met z'n allen hard aan. En iedereen doet zijn eigen ding. En ik probeer er mijn beperkte bijdrage aan te leveren binnen de rol die ik heb. En nogmaals, die is daar heel beperkt in. Maar het is wel fijn als we met z'n allen kunnen vieren. Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel helpt in ieder geval. Want er staat al genoeg in brand. Ja. Als het dan sportief ook nog in brand zou staan. Dan... Nee, precies. Nee, dat helpt absoluut. Ik bedoel, de eerste thuisoverwinning heb ik gevierd met een, zoals dat hoort natuurlijk, een lekker stukje taart. Met oranje koek. Ja. En dat moeten ze nu dan. We moeten ook aan elkaar ruien denken, zeg ik altijd. Met een toefje slagroom. Dat zou zomaar kunnen. Dat doen we niet zo moeilijk over. William, jij volgt alles natuurlijk op de voet rondom SC Heerenveen. Wat voor man is Kees nou? Er wordt veel over
over hem gezegd en geschreven. Maar wat voor man is het, als jij dat zo In ieder geval denk ik wel een man met lef. Want anders stap je hier niet zomaar in, denk ik. Ik zal zo meteen... een burgemeesterszoon heb ik in ieder geval dat begrepen. Heb ik ook begrepen. Ja. Dus bestuursbloed zit er denk ik wel in. Dus in die zin kan ik het ook wel begrijpen. Maar wat ik me wel afvraag... Ik schat jou in als... we mochten tutoyeren. Ja, graag. Ik schat jou in als een man in bonis. Dus een man die ook lekker op de golfbaan zou kunnen staan... of een huis in Ibiza zou kunnen hebben... en daar lekker op het strand zou kunnen liggen. Maar... dan steek je hoofd toch willens en wetens in een wespennest... waarin je weet dat je de wind van voren krijgt. En tenminste, van de buitenwacht dan... want ik begrijp dat je intern wel steun ondervindt. En dan denk ik toch echt van, wat doe je jezelf toch aan? Johan Derksen noemt je zelfs een... wat zei hij? Hele bijzondere dingen, maar paardenman heb ik gehoord. Ja, paardenman, dat is ook waar. Dat viel nog mee, de rest allemaal andere dingen. Ik hoor het allemaal voorbij komen. Ja, een gevaarlijke, ik weet het niet precies meer. Ja. In ieder geval... van alles en nog wat. Ja, en er zal weer van alles en nog wat volgen, ongetwijfeld. Dus mijn vraag, waarom doe je dit jezelf aan? Ja, bij het beginnen, ik ben in die zin inderdaad in bonus. Waarom? Omdat ik een geweldig gezin heb. Met 3 kinderen en een heerlijke vrouw. En dat is mijn grootste bonus die ik heb. Maar dat geeft je de rust die je in staat stelt om dit soort dingen te doen. Want als dat er niet is, dan moet je het niet doen. En dat is ook het enige wat van belang is, denk ik. Zou ik dan een huis in Ibiza kunnen kopen, los van het kunnen? Ik zou het absoluut niet doen, want ik heb niks met Ibiza. Dan zou ik lekker naar Tekapel of naar een andere plek lekker in Friesland gaan. Dan ook, ja, oké. Nou, dat zou misschien een goede optie zijn. Dat komt er niet van, omdat ik daar nu veel te druk voor heb. Dat is jammer, want het is een mooie tijd van het jaar. De kieven die vliegen weer. Ja. En ik had toevallig vanochtend mijn grote vriend Jur van der Meer aan de lijn van waar ben je nou? Want ze worden onrustig. Ik zei ja, ik ook, maar ik heb even geen tijd. Waarom doe je dit dan? Absoluut niet omdat ik het per se wil. Laat daar geen twijfel over bestaan. Want dit zijn geen dingen die ik voor mezelf had gedirigeerd. Hè, wat wel eens gesuggereerd wordt, dat doet me verdriet als ze dat zeggen. Want de mensen die mij kennen weten dat ik niet zo in elkaar zit. Het gebeurt, het is gebeurd zoals het is gegaan. En op een gegeven moment ontstaat de situatie zoals die er is. En er zijn allemaal mensen om mij heen, binnen de club en ook daarbuiten... en die zeggen, jeetje Kees, misschien ben jij wel de man die dit moet gaan doen. Ja, ja. Dan heb ik gezegd, daar moet ik heel goed over nadenken of het voor de club goed is. Ook of het voor mezelf goed is. Ik heb thuis, met thuisgrond heb ik dat goed in de week gelegd. Want ja, dit zijn weken van, ik zeg wel eens 100 uur in de week, 7 dagen per week. Ja. Maar is dan jouw verantwoordelijkheidsgevoel heel groot dat je daar ja op zegt? Want je weet ik denk wat er op je afkomt, denk ik. Of heb je daarin vergist misschien? Nee, want dan zou ik naïef zijn en dat ben ik niet. Komt uit de paardenwereld, voorzitter van de paardenbond. Je doet nog veel meer in de paardenwereld. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat een heel andere dynamiek is. En dat het misschien toch ook wel even schrik is wat er in de voetbalwereld gebeurt. Nou, onderschat de paardenwereld niet. Ik ben natuurlijk begonnen bij het KNVPS. Ja. Ik heb wel eens gezegd, daar ben ik begonnen, hou me even ten goede, 2004, 2005 in die periode. En dat is? KNVPS, het Koninklijk Fries Paardenstamboek. Ja. Het is toch wel echt niet te geloven, jongens, dat ik dat aan jullie hier moet uitleggen in een Friese studio. Het kan niet waar zijn. Ik ben in Drenthe Groningen, dat moet ik even bekennen. Dus, ik ben ook een Drenthe, ja. Kijk, zijn er nou mooiere paarden dan dit, jongens? Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. Ja, prachtig. Ja. Daar werd ik voor gevraagd en met mijn Friese hart zei ik vanzelfsprekend ja. Dat heb ik met heel veel plezier gedaan. Maar ik was 3 weken bezig. Ik had echt 2 bedreigingen en 3 dagvaardingen in de bus. Oh, dus dit is eigenlijk gewoon helemaal niks wat dit je hier bent. Dit is gewoon even gekscherend. Je weet waar je aan begint. Je bent naïef als je zegt dat je dat niet weet. Ga je dat uit de weg? Nee, absoluut niet. Wat is de grootste drijfveer die je daarvoor hebt? De mensen die jou daar met dat beroep doen. En als je zelf denkt dat je een steentje kan bijdragen aan het welzijn van de club. Ja, dan moet je die verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan, vind ik. En dat ga ik ook niet. Dan ben ik nooit in mijn leven gegaan, die verantwoordelijkheid uit de weg gaan. Dat doe ik ook nu niet. Is het makkelijk? Nee, absoluut niet. Had ik mezelf een heel makkelijker en misschien wel leuker leven... kunnen voorstellen op sommige momenten? Ja, absoluut wel, ja. Is het dan ook een beetje... Is het dan meer clubliefde? Of is het ook wel een beetje het verlangen naar... om op een belangrijke positie te zitten? Nee, dat laatste absoluut niet. Ik was heerlijk lekker 3 jaar bezig in de anonimiteit. Ik vond het mooiste wat er was in het stichtingbestuur. Ja. Daar zat ik eigenlijk ook helemaal niet op te wachten toen daarvoor gevraagd werd. Maar er werd echt een beroep op mij gedaan. Kees, wil je ons helpen? Toen heb ik dat gedaan, mede vanwege het feit dat je als aandeelhouder natuurlijk wat meer op de achtergrond zit. Ik was in Bergen, 2,5 jaar was ik bezig als stichtingbestuursvoorzitter van Heerenveen. En ik kwam mensen tegen en ik kreeg wat over Heerenveen. Wat doe je daar dan? Nou, dat was natuurlijk heerlijk, want ik kwam nooit in de pers. Ik zei altijd, als je mij in de pers ziet, is er wat aan de hand, dat is niet goed. Nee, nou ja, en nu zien we jou in de pers en er is inderdaad ook veel helaas, aan de hand. Ja, doodzonde. Ja. Ik weet weer wat Johan Derksen zei trouwens, even die cliffhanger. Gevaarlijke gladjaren, zei hij. Oké, dat komt dan een beetje door de smink, denk ik. Ja. Ja, maar dat is toch niet leuk als mensen dat over je zeggen... terwijl je wat je nu uitlegt gewoon het beste met de club voor hebt?
Nee, maar beeldvorming, daar doe je niet zoveel tegen. Ik ben wel heel, volgens mij, open en eerlijk altijd naar alle mensen die mij een Glatianus zouden kunnen vinden. Ik bel ze vaak zelf op of ik nodig ze uit, heel veel. We hebben gemiddeld per week tussen de 5 en de 15 mensen die langskomen op een kop koffie. Maar ik zeg altijd, je mag mij een verschrikkelijke enge Glatianus vinden. Alleen je moet eerst even met mij praten en dan gaan we een kopje koffie doen. Dan ga ik uitleggen wie ik ben en wat ik doe. Als je dan weggaat, die vindt mij nog steeds een enorme Glatianus. Dan heb je alle recht van spreken. Ja. Maar ik durf te zeggen dat ik in ieder geval je aan twijfelen kan brengen. Ja, daarna moet je eigen oordeel vormen. Nou, ja. En heel veel mensen die zeggen, als ze weggaan, zeggen ja, we zijn nog steeds niet helemaal met je eens. Maar ik ben helemaal geen Glatianus. Ik zei, nou, in ieder geval, die slag hebben we al gehad. Ja, met Derks heb je nog nooit gesproken, zeg maar. Nee, maar hij heeft me ook nog nooit uitgenodigd. Nee. Zou je op de uitnodiging gaan? Ik ga wel uitnodigingen, dus ja. Ik ga overal naartoe. Ik heb niks te verbergen en ik vind dat je ook de dingen moet uitleggen. En ik hoop ook dat mensen je de kans en de mogelijkheid geven om niet alleen uit te gaan leggen wie je bent, maar waarom je dingen doet op de manier dat je ze doet. En ik doe ze niet alleen. We doen het met z'n allen. We staan achter een organisatie, dat is de familie Sportclub Heerenveen. Ja. En ik doe daar een hele beperkte rol in. Ja, je doet trouwens heel veel, hè, bestuurlijk. Je doet ook wat bij Tialf. We hebben een mooie foto van jou met de koning. Oh, ja. 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 Dit is ook bij Tialf, geloof ik. Wat doe je daar? Dat was bij de opening bij Tialf op 27 januari. Ja. Alweer 2 jaar geleden realiseer ik mij. Daar ben je voorzitter van de Raad van Commissarissen, geloof ik, hè? Ja, we hebben het nu 4 jaar. Een geweldig mooie tijd gehad en een moeilijke periode ook. In de tijd van de vernieuwbouw, dat we daar zeg maar, gaande de verbouwing ook de toernooien gewoon moesten laten doen plaatsvinden. Dus eerst zeg maar, de binnenring gedaan, de ijs, de techniek. Buitengedeelte van Tialf nog gelaten zoals het was. En toen gefaseerd de buitenkant helemaal aangepakt en nu het nieuwe Tialf zoals het er nu staat. Ja, dat hebben we met z'n allen daar hebben we zo fantastisch voor elkaar gekregen. En zo trots op iedereen die daarbij betrokken is geweest. In alle vlakken, planmatig, de bouwers, het personeel, de financiële zekerheden die we hadden. En de controle daarop. Het was een ongelooflijke uitdaging, maar een mooie klus. Ja, we gaan zo even verder praten. We gaan eerst kijken naar de sportquiz van Thijs. Ja, Thijs, ik ben nog steeds erg onder de indruk van je basketbalkwaliteiten van vorige week. En wat voor magistraals laat je ons deze week eigenlijk zien? Poelen. In 1993 overleed er een poolbiljartlegende. Vanaf 1994 wordt er jaarlijks een toernooi gespeeld tussen Europa en de VS, die vernoemd is naar deze poollegende. Wie is hij? Ja, de vraag van deze week is naar wie is het pooltoernooi tussen Europa en de VS vernoemd? Naar wie is het pooltoernooi tussen Europa en de VS vernoemd? Weet u het antwoord, dan kunt u het sturen naar sportquiz@sportnoord.nl. Weet jij dit, Kees? Heel eerlijk gezegd niet, nee. Nee. Nee, nou gelukkig maar, want dan kan je het ook niet zeggen. Nee. De vraag van Ferry. Jij wel, nee, ook. Ik wil ook even passen, nee, hoor. Er is vast wel iemand die het wel weet. De vraag van vorige week ging over basketbal. Namelijk de plek waar de basketbalclub Utah Jazz is opgericht. Het antwoord daarop is New Orleans. En de winnaar van deze quiz is Johannes Hofstede uit Surhuis te Veen. Johannes, van harte gefeliciteerd. Je krijgt een half jaar abonnement op de Leeuwarden Courant cadeau. Kees, we hadden het net al over dat je eigenlijk vindt dat mensen lekker met jou moeten komen praten als ze dingen willen weten. Maar wat ik me afvraag, ik kan me best wel voorstellen dat je doet al veel in Friesland, maar dat je misschien toch ook wel bent aangelopen tegen de mentaliteit van de Fries. Die over het algemeen vindt, of dat is in het hele noorden, ik ken het ook uit Drenthe waar ik zelf vandaan kom, in het hele noorden dat mensen denken van nou, dan komt zo'n westerling ons even vertellen hoe het allemaal moet. Ja, natuurlijk. Maar dat ben ik zelf ook een beetje. Hè? Want ik ben ook een beetje Friesig altijd. Ik ben ook een beetje grutsk. Wat heb je eigenlijk met Friesland? Behalve dat je hier graag komt en veel dingen Ik heb hier mijn hele jeugd doorgebracht. Okay. Mijn ouders woonden weliswaar in Rotterdam. Al vrij snel nadat de periode Alkmaar was aangebroken, zijn ze verhuisd naar Gooiinga. Maar mijn jeugd bracht ik door in Terkappelen. Ja. Alkmaar Rijp. Dus het vooroordeel dat je geen Fries bent, klopt eigenlijk? Ja, in mijn roots. Ik ben geboren in Dordrecht. Ik ben een schapenkop. Maar ik denk dat ik durf te zeggen dat ik met menig Fries hier het Liepaisietje de uitdaging wel aan kan gaan. Hier. Daar maak ik me geen enkele zorgen over. Ja. Ik heb mijn hele leven niks anders gedaan. En ik heb Friesland in mijn hart. En dat tussen het zeggen en de mensen die mij kennen, en dat zijn er heel veel in Friesland gelukkig, die weten dat het zo is. Die weten dat ik in mijn hart een Fries ben. Ja. Er zijn er toch een paar dingen waar ik wel erg benieuwd naar ben. Want er is veel gedoe over hoe jij op je directeurstoel terecht bent gekomen. Je zegt daar zelf ook wel over van, nou, ik sta eigenlijk al 2-0 achter. Want dat is niet hoe het normaal gaat. Maar wat ik dan misschien nog wel verbazingwekkender vind, is dat op een aantal posities ook mensen uit jouw netwerk zitten. De voorzitter van het stichtingsbestuur, de nieuwe voorzitter, dat is Kees Bazuinen. Die ken je al heel lang uit de... Peter Bazuinen. Peter Bazuinen ken je al lang uit de paardenwereld. Inderdaad, voor commissaris zit als nieuwe commissaris Jan van Elsakker. Die ken je vanuit je bestuursfunctie bij Tialf.
En dan inderdaad, voor commissaris, zit ook nog Egbert van Hes, een vriend van jou. En hij was de mediator tussen de oude raad van commissarissen en het stichtingsbestuur. Nou, dan sta je wel op 5-0 achterstand als het gaat om schijn tegen. Ik wou het even op 2-0 achterstand houden, want dat stonden we ook bij Fortuna en daar wonnen we met 4-2. Dus dat geeft me altijd wel weer een positieve grondhouding. De beeldvorming die je schept, hè, die snap ik, daar word ik mee geconfronteerd. Ja. Hoe het is gegaan, is het vriendjespolitiek? Dingen bij de naam noemen, absoluut niet, sta ik voor. Mensen die ook wederom die mij kennen weten dat het absoluut niet het geval is. Want zo zit maar je kunt toch veel minder schijn tegen creëren door dit op een andere manier te doen? Ja, maar dan moet ik het daar wel invloed over hebben. Ja. Daar komen mensen naar voren, die worden genoemd en er wordt aan mij een mening gevraagd. En dan zeg ik, nou, dat lijken mij hele capabele mensen. Dat is heel wat anders dan wanneer ik mensen naar voren schuif om als een vriendje naar binnen te halen. Mijn netwerk is groot in Friesland. Ik ben hier 15 jaar aan het besturen. Ik ken veel mensen en veel mensen kennen mij. Als mensen genoemd worden, heb ik daar een mening over. Ja, als over deze mensen een mening wordt gevraagd, dan zeg ik, nou, prima bestuurders. En daar laat ik het vervolgens bij. En als die mensen dan een bepaalde functie krijgen aangeboden binnen de gremia van de club, dan heb je misschien de schijn tegen. Maar ik weet van mezelf en de mensen om mij heen dat dat niet iets is, omdat ik wilde dat ze daar zouden komen. Ik heb vaak gezegd over Willem-Jan van Elzakker. Prima kerel. Ik heb hem net even aangehaald over de financiële controle van de 55 miljoen bij de sport bij Tialf. Niet de makkelijkste. Ik had mij heel veel makkelijkere mannen kunnen voorstellen, hoor, die ik inderdaad voor commissaris had kunnen hebben. Slecht manager heeft hele makkelijke ja-knikkende mensen om zich heen verzameld, zeg ik altijd. Dus nee, misschien de schijn tegen, maar er wordt gesuggereerd dat ik ongelooflijk bevriend ben met Egbert en met Willem-Jan en dat we samen op vakantie gaan. Weet je, dat is een beeldvorming waar ik niks mee kan. Ik ben, is ook niet waar? Wel nee, ik ben één keer bij Egbert thuis geweest. Ik ken Willem-Jan, heb ik één keer thuis opgehaald toen we naar een vergadering gingen. Ja. Een zakelijke relatie. Maar hoe ga je deze schijn tegen ombuigen? Want dat is toch wel wat zal moeten om dadelijk de dingen weer vlot te trekken bij Heerenveen. Kijk, wat je daar nodig hebt is ook het nuchter verstand en de logica van mensen. Je moet enorm oppassen, heb ik geleerd, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Wees voorzichtig met het te snel hebben van een oordeel. Je kan niks met beeldvorming. Je kan nog minder met negatieve beeldvorming. Waar je helemaal niks mee kan, is met bewust negatieve beeldvorming. Daar kan ik niks tegen doen. Kun je niet tegen wapenen? Nee, daar kan ik me niet tegen wapenen. Dat wil ik ook niet, want ik wil me met positieve dingen bezighouden. Als dat de doelstelling van mensen is, dan moet dat vooral zo zijn. Ik weet dat het anders is. De mensen om mij heen weten dat het anders is. En de mensen waar ik mee werk weten dat het anders is. En wij hebben maar één belang. En dat is dat we ervoor zorgen dat die club weer op de poten komt. Ja, dat zijn niet de mensen die zorgen voor deze beeldvorming. Dat zijn vooral de mensen van buitenaf. En ik kan me voorstellen dat dat ook een groep is die je mee wil krijgen bij het vlot trekken van Heerenveen. Ik wil iedereen meekrijgen, maar je moet ook realist zijn. En natuurlijk zou ik 100% mee willen hebben. Maar de jongens, dat gaat hem niet worden. Er is niemand die dat gelukt is, gaat mij ook niet lukken. Ik heb wel gezegd, we gaan inzetten op 100. En als aan het eind van de rit zijn het er 80, dan heb ik dat mooi met z'n allen weer dat voor elkaar gekregen. En dan moet je die andere 20%, hoe vervelend het ook is, die moet je toch even voor lief nemen. Want je kan het nooit iedereen naar de zin maken. En je moet wel je eigen beleid voeren. En dan moet je duidelijk, dan moet je consistent en dan moet je eerlijk in zijn. Ja. En in de weg daarnaartoe moet je zoveel mogelijk mensen van jou gelijk overtuigen dat we het met z'n allen voor het ene doel doen. Maar is het maar 20%? Nou ja, dat noem ik even nu. Dat zou een mooie doelstelling zijn. Ja, doelstelling, precies. Ja. Hoeveel is het op dit moment? Dat weet ik niet. Ja, kijk, ook een poll kan je beïnvloeden. Ik zie polls dat 90% tegen Kees zijn. Ja, weet je, ik kan zat mensen bellen die vinden mij een geweldige vent en dan zijn er meestal 90% voor. Zo zit de wereld ook in elkaar natuurlijk. Dus je moet alles regelen. En het heel eerlijk gezegd, dat als ik me daarmee bezig zou houden, jongens, dan zou ik niet meer aan een bestuurder toekomen. Nee. Even een andere kwestie. Je wordt van binnenuit erg gesteund. De stem van de ondernemingsraad heeft ook heel zwaar geteld in jouw aanstelling als directeur. De ondernemingsraad wil vooral rust op de werkvloer. Er is ontzettend veel gebeurd natuurlijk de afgelopen jaren bij Heerenveen. Je hebt dan ook toegezegd dat die rust er gaat komen. Dat betekent, denk ik, niet saneren. Dus niet iets veranderen op de werkvloer. Er ligt een ongelooflijk financieel probleem. Dan is de enige oplossing toch saneren. Ook daar wil ik relativeren. Natuurlijk is er een financieel probleem. In die zin, er waren twee dingen die speelden. De liquiditeit, hadden we geld om de rekeningen te betalen. Op dat moment was er een kortstondig tekort in de liquiditeit. Ja. Gewoon een overbrugging van werkkapitaalfinanciering. Ik ben mijn hele leven lang zakenman geweest. Iedereen die een eigen zaak heeft, die loopt wel tegen een moment van, hey, ik heb even te weinig geld. Nou, dan moet je een financiering. Dat is een overbruggingskrediet van een periode, was in dit geval 3 maanden. Het ging om 1 miljoen, hè? Iets meer dan 1 miljoen. Ja. Als je nu kijkt waar we staan, we hebben nu de prognose, krijg ik iedere week van Danny de precieze overzichten waar samen met de liquiditeit. Eind 2022 is er niets aan de hand. Vandaag de dag, bij deze. Hoe kan dat dan? Hoe los je dat op? Omdat het ging over een overbruggingskrediet die we gevonden hebben voor een aantal maanden op hele gunstige condities. En daarna kwamen alle betalingen die uitgesteld natuurlijk ter ontvanger stonden van bijvoorbeeld spelerstransfers, die komen gewoon binnen. Maar wat zegt dat dan over het eigen vermogen van Heerenveen?
Dat is een ander probleem. Dat is gelijk, hè, wat je daar zegt. Er zijn twee problemen. Dus dat was de liquiditeit. Volledig onder controle. Maak me geen enkele zorgen over. Want 22 zonder verkoop van spelers. En natuurlijk gaan we spelers verkopen, want dat is onze core business ook een beetje. Dat hoort maar erbij. Geen spelers verkopen om een hele probleem op te lossen. Twee, organisatorisch, eigen vermogen, je resultaat. Dat is slecht. Het resultaat is gewoon niet goed, operationeel. Dat klopt volledig. Hè. Daar zijn we zelf ook natuurlijk druk mee bezig geweest om dat te attenderen. Het gaat nog steeds €110.000 extra per week uit dan er binnenkomt. Nou ja, dat is zo als je het zwart bewegt. Absoluut, hè, dat is te veel. Ik heb ook genuanceerd gisteren in een programma. Natuurlijk, hè, niet om dat te bagatelliseren, begrijp me niet verkeerd. Er gaat €500.000 per maand gaat eruit. Ja, dat klopt. Ik zeg, we vergeten te zeggen dat er €1 miljoen per maand binnenkomt aan spelerstransfers. Essentie van het verhaal is natuurlijk wel, kan je binnen een organisatie waarmaken dat je €500.000 per maand verliest? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus dat moet je beperken. Ja. Ooit hadden wij een resultaat in Heerenveen tussen de 2 en de 2,5 miljoen operationeel verlies per jaar. Ja. Dat is een boel geld, maar daar kunnen we mee leven. Waarom? Het bestaansmodel van een club als Heerenveen, net zoals zoveel clubs binnen de eredivisie, is gebaseerd op het verkopen van spelers. Alleen de balans tussen operationeel verlies en verkoop van spelers moet wel in balans zijn. Ja, die was uit balans geraakt en dat was zorgwekkend. En qua eigen vermogen, hè? want eigen vermogenpositie is slecht. Dat betekent dat Heerenveen heeft dus eigenlijk geen spek op de ribben. Nee, eigen vermogenpositie is helemaal niet slecht. Dat is voldoende om het zelfs in die hele slechte periode die we voor ogen zouden hebben. Hè? Want iedereen zei, je gaat failliet. Nou, met de eigen vermogenpositie die we hebben, hadden we dat nog jaren kunnen volhouden. Maar hoeveel is het? Bij FC Groningen is het 4, 5 miljoen. Nou, we zitten op de 14 miljoen ongeveer. 14 miljoen. Dus dat is, okay. Maar goed, als je natuurlijk 6, 7 miljoen per jaar verliest, dan zou het snel erdoor zijn. Dat ja, precies. Precies. Ja, dus dat maar dat is wel mede waarop je kunt zeggen van, de basis waarop je kunt zeggen van, tot 2022 is er geen probleem. Liquiditeitstechnisch. En operationeel moet natuurlijk dat operationele resultaat moet weer heel snel terug naar de 2,5, 2 miljoen. En dat is onze grootste. Ik wil ook nog graag even terug naar waar deze vraag mee begon. Saneren op de werkvloer gaat dus niet gebeuren. Iedereen is zeker van zijn baan. Nou, kijk, niemand is zeker van zijn baan. Ik ook niet. En dat is maar goed ook. Dat houdt je scherp. En daar word ik meerdere malen aan herinnerd tegenwoordig. Dus dat is mooi om te horen. Nee, kijk, die zekerheid heb je nooit. We gaan niet saneren. Nee, want dat had ik het al lang aangekondigd. Dat is ook geen enkele reden tot saneren. Ik wil eerst ook eens even kijken, waar hebben we mee te maken? Wie zijn de mensen die we hebben? Wat zijn de capaciteiten die de mensen hebben? Misschien hebben we wel meer mensen nodig. De grootste uitdaging ligt in de commercie. Ja, kunnen we dat met de huidige mensen doen? Daar zijn we eerst even heel rustig naar aan het kijken. Er liggen grote uitdagingen om daar weer zeg maar, de doelen te bereiken die we willen bereiken. Daar moeten we in gaan investeren. Misschien ook wel in mensen. Ja. Weet je wat mij nog wel bezighoudt, Kees? Je was voorzitter van het stichtingsbestuur. In die periode is deze financiële chaos... in ieder geval tegenspoed ontstaan. Hoe heb je dat dan als voorzitter van het stichtingsbestuur kunnen laten gebeuren? Of heb je daar dan geen invloed op vanuit die rol? Ten dele wel, ten dele niet. Waarom niet? De ideale positie in mijn ogen van een aandeelhouder... want je bent eigenlijk aandeelhouder als stichtingbestuur... met daarbij vertegenwoordigd door alle achterbannen vanuit de club... word geconfronteerd met de situatie, eigenlijk, als je het goed hebt, één keer per jaar dat je de cijfers moet goedkeuren. Heel veel zwart-wit gezien, hè? Een aandeelhouder die keurt de cijfers goed. Ja. En die zegt tegen de jaarrekeningen, tegen het beleidsplan en eventueel de aanstelling van de Raad van Commissaris en Algemeen Directeur. Dus die bestuurt op hele grote hoofdlijnen. In de governance heb je dan vervolgens de Raad van Commissarissen die directie aanstuurt. Dat is je eerste aanspreekpunt. Het zou niet goed zijn als jij als voorzitter van een stichtingbestuur of bestuurslid van een stichtingbestuur, als aandeelhouder, rechtstreeks in de organisatie gaat kijken hoe het gaat. Dat ga je via de lijnen van de organisatie, gaat dat zijn gang. Wij hebben natuurlijk in zeg maar, de periode die daar speelde, hebben wij die cijfers ter inzage gekregen. En daar hebben wij op een juist moment, en dat speelt al meer dan een jaar, in februari 2018, hebben wij daar onze zorg voor uitgesproken. Dat hebben we altijd uit de pers gehouden. Dan is je eerste verantwoordelijkheid, hoe gaan we dit gezamenlijk oplossen? Want niemand is erbij gebaat om mensen te ontslaan dan wel mensen te beschadigen. Dat doe je als het de ergste noodzaak daar is. Je gaat eerst het traject in, gaan we kijken of we dat samen kunnen oplossen. Dat hebben we geprobeerd, dat hebben we heel lang volgehouden. En dat heeft uiteindelijk toe geleid dat we tot de conclusie zijn gekomen... dat er ook een gebrek aan vertrouwen was in het vinden van die oplossing. En dan grijp je in. En dan neem je je verantwoordelijkheid en zeg je... jongens, nu als aandeelhouder zeggen wij... we vinden dat het anders moet en wel op deze manier. En dat hebben we gedaan. En dat is een hele moeilijke beslissing geweest. Maar heb je het een beetje te lang laten gebeuren dan? Nou, je moet altijd zelfkritisch zijn, dat ben ik ook als geen ander. Hè. Dus als je terugkijkt, dan moet je eigenlijk... Hè, ik zeg altijd, je moet je de vraag stellen, heb je het goed gedaan? Dat hebben we met z'n allen, hè, want we hebben het met z'n zessen gedaan. Dat bestuur bestaat uit 6 personen. Ik vind de grootste zwakte van een bestuur altijd... dat je het moet laten aankomen op stemming. Dat is niet goed. Ja. Dit soort belangrijke zaken moet je unaniem besluiten. Het moet niet zo zijn dat de een zegt wel en de ander niet. Dus we zijn unaniem met z'n zessen, waarin alle stakeholders vertegenwoordigd waren. Nieuw-Noord, de vrijwilligers, FinFen...
De OSSH, de Business Club. En dan heb je nog een onafhankelijk financieel man en een onafhankelijk voorzitter, ondergetekende. Die waren unaniem van mening, we gaan ingrijpen. Wij kijken nu terug. Dat doen we regelmatig. Hè. We hebben dat gedaan in die periode. Mannen hebben het goed gedaan. Absoluut. We hebben het moeten doen. De enige vraag die we ons stellen, hadden we het eerder moeten doen. En daarvan zeggen we ook unaniem, we hadden het misschien eerder moeten doen. Ja. Ja, daar zijn we kritisch in, jongens. Maar ja, was het beter geweest voor de club? Ik weet het niet. Maar misschien hadden we het een half jaar eerder moeten doen. Maar we hebben echt geprobeerd gezamenlijk de boel op de rails te krijgen. Dingen aandragen, mensen aandragen, oplossingen aandragen. Heel kritisch geweest, heel kritisch. Zwart op wit, in persoon. Ja, het is niet gelukt en dat vind ik doodzonde. Maar je moet wel verder. En dan was het moment wel daar dat we moesten ingrijpen. Ja. Je bent nu wel aan het repareren waar je zelf toezicht op hebt gehouden. Waar het... Dat... Nou ja, kijk, formeel heb je de toezicht gehouden in de grootste zin van het woord. Hè. In de eindverantwoordelijkheid, in het operationeel hadden wij natuurlijk geen toezicht. Nee, oké. Maar ja. Uiteindelijk resulterend in de situatie waar je nu in zit... En nu heb je wel toezicht op het operationele, dus worden we echt naar de toekomst kijken. Ja, maar nu kan je ook gewoon wel even aan de slag daardoor. Ja. En je moet ook aan de slag, want er is helaas, dat is wel een constatering die helaas ook waar is, dat er veel is blijven liggen. En dat is zorgwekkend in die zin dat er lijkt een soort van gelatenheid over de club. Niet alleen van de laatste jaren, maar van ver daarvoor. En dat baart mij best wel zorgen. Ik zie het dan ook alweer als een uitdaging dat er heel veel dingen zijn blijven liggen. Simpele dingen als de digitalisering van de club. Lopen we gewoon ver op achter. Gewoon, dat kan niet, jongens. De pure basisinformatie van hoeveel supporters zijn er? Wat weten we van die supporters? Wat kunnen we ermee? Met een app, hè, met een toegangspoortencontrole, met digitalisering. Je simpele webpage zelf, alles wel een webpage. Dat kan niet, jongens. Dat is niet meer van deze tijd. Het heeft 11 jaar stilgelegen. Ja, op 1 mei kom jij met je plan. Ik hoor dat er al heel veel in de pijplijn zit. Maar wij gaan het nu even hebben over korfbal. Zaterdag was er feest in Gorredijk, want de korfballers van LDODK wisten zich nu al te plaatsen voor de play-offs van het landskampioenschap. Voor de tweede keer in de historie heeft LDODK zich geplaatst voor de play-offs. Tegen PKC uit Papendrecht wordt het na een spektakelstuk 26-26. En door dat puntje is LDODK al 2 wedstrijden voor het einde van de competitie zeker van deelname aan de play-offs. Ja, ik ben heel blij. Ik ben echt super trots op het team en we hebben gelijk gespeeld na zo'n wedstrijd. En ja, we plaatsen ons. Ja, ik wist niet eens dat we ons konden plaatsen vandaag, maar helemaal perfect. Dat is waar we het voor doen. Toch lijkt het er in de wedstrijd lange tijd op dat LDODK gaat verliezen van PKC. De ploeg uit Papendrecht komt in de tweede helft namelijk met 19-23 voor. Maar dan laat PKC grote kansen liggen. Richard Kunst mist in totaal maar liefst 3 strafworpen. En LDODK komt puntje voor puntje dichterbij. Vooral Marjolein Kroon speelt een heel belangrijke rol bij de thuisploeg. In totaal scoort ze 6 keer en daarmee heeft ze een groot aandeel in de uiteindelijke uitslag van 26-26. Qua aanval zat ik er goed in en alleen de goals ontbraken eigenlijk eerste helft nog. En we konden het zo neerzetten dat het ook, ja, dat ik kon en dat ik moest gas geven en dat ik het ging gewoon. En dat hebben we gewoon als vak echt heel goed neergezet met alle tijd en in alle rust. En dat ik ze dan nog raak score, ook de laatste aan de zijkant, ja, perfect. De kans is groot dat LDODK en PKC elkaar in de play-offs opnieuw treffen. Bij PKC is de Drent Daniel Hulsebos sinds dit seizoen coach. De oud-speler en trainer van DOS 46 uit Nijenveen moet ervoor zorgen dat PKC weer eens landskampioen wordt. Het gaat hartstikke leuk en goed. Ik vind het een hele leuke groep om trainen te geven. Het gevoel is goed van beide kanten en vandaar ook dat we ook gewoon verlengd hebben naar volgend jaar toe. Hulsebos woont nog steeds in Nijenveen en rijdt elke week op en neer naar Papendrecht voor de trainingen en wedstrijden. De afstand blijft ver. Aan de andere kant ga ik onder werktijd zeg maar al die kant op. 'Smiddags vroeg om 1 uur of 2 ben ik daar op tijd en kan ik daar al mijn zaakjes doen die ik moet doen samen met mijn assistent Daan Heuzen. En dat zorgt ervoor dat ik wel verder heel veel rust eromheen heb. En ik kan alles eigenlijk bij de club doen. En dat betekent dat de avonden die ik in Nijven ben ook echt vrij ben. En dat maakt het wel draaglijk. En de afstand wordt er niet minder van. Maar dat is wel de juiste manier om het te kunnen doen, denk ik. Maar het zou wat zijn als een echte dosser straks met PKC een prijs pakt? Ja, dat zal vooral voor mezelf wel grappig zijn natuurlijk. Maar ik denk dat het vooral voor PKC heel erg mooi is dat ze een prijs pakken. We hebben een hele mooie groep, een goede groep. Die jaren aan de top staat en wat dat betreft wel weer honger heeft naar die prijs. En daar doen we het voor met z'n allen.
Ja, en ook deze week is er weer veel sport te zien bij ons. En dit staat er op de agenda. Aanstaande woensdag, Filou Oostende tegen Dona. Dat is Europa Cup basketbal. Op zaterdag zijn te zien de wedstrijden ONS Sneek tegen SJC. En Jong FC Groningen tegen Ode 59. Allebei voetbal. Lycurgus tegen Zaanstad, dat is volleybal. En Hurry Up tegen Volendam, dat is handbal. Maandag zijn wij er weer. En ja, dan zijn jullie er niet. Maar Kees, nog een laatste vraag ook voor de fans. We begonnen met deze twee jongens. Je gaat toch wel erg je best doen om ze voor Heerenveen te behouden, hè? Ik ga er alles aan doen wat binnen mijn macht ligt. Ik ga er niet alleen over, zoals je weet. Dus de mannen moeten daar zelf een oordeel over vormen. Ja, ik hoop het van harte. Het moet ook realistisch zijn, maar het zou fantastisch zijn als het lukt natuurlijk. Maar we gaan het meemaken. Ja, leuk dat je was. Heel veel succes. Dankjewel. We gaan je op de voet volgen. Dankjewel, Kees Rozemond. Dankjewel, William Pomp. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.